De nieuwe aarde, God heeft een permanente oplossing ontworpen voor de huidige wereldcrisis. Hij heeft zijn zoon Jezus Christus de opdracht gegeven om een volmaakt koninkrijk op te richten dat van alle kwaad is verlost. In de schrift staat, zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat ik tot David een tak van gerechtigheid zal oprichten, een koning zal regeren en bloeien en gerechtigheid en gerechtigheid op aarde ten uitvoer brengen. In zijn dagen zal Juda gered worden en Israël zal veilig wonen. Nu is dit zijn naam waarmee hij zal worden genoemd. De HERHOUDR RR, ons RECHTHOUD Jeremia 23, 5, 6 Les Jezus Christus heeft de perfecte oplossing voor de huidige wereldcrisis. Hij zal de wereld redden door een nieuwe aarde te vestigen en deze huidige aarde te laten uitsterven. De nieuwe aarde zal van elk kwaad verstoken zijn. Christus zelf zal haar heerser zijn en zijn regering zal de vrede en welvaart voor haar burgers vaststellen. De schrift heeft dit geopenbaard, nu zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren overleden. Ook was er geen zee meer. Toen zag ik Johannes, de heilige stad, Nieuw Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, bereid als een bruid die voor haar man versierd was. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal elke traan uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn. Geen verdriet meer en geen gehuil meer. Er zal geen pijn meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbij gegaan, openbaring 20, 1-5. Ondertussen zal niet iedereen die op dit moment op deze aarde leeft, deelnemen aan de nieuwe die komt. Sommige mensen zullen er niet in mogen. Alleen degenen die Jezus Christus als hun Heer en Verlosser hebben beleden, zullen in het nieuwe hiernamaals worden opgenomen. Ongelovigen zullen uit de hemel worden geweerd. Hun deel zou een vuurzee zijn die helle vuur wordt genoemd. Daarom is het voor iedereen te gevaarlijk om te sterven zonder Jezus Christus in zijn of haar leven te hebben. Ook zou het voor iedereen rampzalig zijn om getuige te zijn van het einde van deze huidige wereld zonder voorafgaande beleidenis van Jezus Christus als zijn slechts haar Heer. Ongelovigen zullen een bittere prijs betalen voor hun falen om Jezus Christus als Heer te beleiden, zoals de schrift benadrukte, maar de laffe. Ongelovige, afschuwelijke, moordenaars, seksueel onzedelijke, tovenaars. Afgodendienaren en alle leugenaars zullen hun deel hebben in de vijver die brandt van vuur en zwavel, die de tweede dood is. Openbaring 21, 8. Daarom moet iedereen zonder uitzondering, neem een geloofstap om Jezus Christus te beleiden als zijn slechts haar Heer en Verlosser om gered te worden, bidden, lieve Jezus Christus. Ik geloof dat u de Zoon van God bent die gezonden is om de wereld te redden, en ik beleid u als mijn persoonlijke Heer en Verlosser. Ik beleid mijn zonden en laat ze in de steek. En ik beloof u te dienen gedurende de dagen van mijn leven. Schrijf alstublieft mijn naam in het Boek van het Leven, en reken mij waardig om uw Koninkrijk te erven. Want in uw ware naam, Jezus Christus, heb ik mijn beleidenis en verklaringen afgelegd. Amen.